Hoi, de afgelopen weken heb ik druk gewerkt aan de tuin. Iedere dag heb ik dus een aantal taken gedaan om de tuin helemaal zomer klaar te maken. En het is dus nu gelukt. Ik heb het nu zo goed als af. En ik ga je dus in deze aflevering laten zien wat ik zo al gedaan heb om de tuin er zo uit te laten zien. We gaan even een maandje terug. Dit is midden mei, dus anderhalve maand alweer terug. En zo zag mijn tuin er toen midden mei uit. De bloempotten... Die had ik al wel het een en ander al uitgeplant. Dus de geraniumplanten al een en ander al uitgeplant. Maar in mijn tuin was het toen vooral een wilde boel met de vergeetmenietjes. De vergeetmenietjes die heb ik erin staan om een beetje te verbloemen dat de tulpen uitgebloeid zijn. Dan valt het dus niet zo op dat er dan alleen maar bladeren alleen maar. Tenminste de kale bladeren van de tulpen zijn zonder bloei. En aan de rechterkant had ik nog mijn helleborus er staan. Die ik er altijd in plant voor wat winterse kleur. Ik ben toen begonnen om eerst de helleborusplanten langs het hek eruit te halen en dan daar de dahlia's te gaan planten. Er komen daar in totaal 4 dahlia's in plaats van deze helleborusplanten. En daarna 1 voor 1 de vergeetmenietjes eruit halen om plek te maken voor de dahlia's en voor de afrikaantjes. Deze planten gaan niet verloren, alles wordt gebruikt. Ik knip het eerst in kleine stukken zodat ik het kan gebruiken als mulchlaag. Om mijn strook tegen de hitte te beschermen in de zomer. En hier spreid ik het uit in mijn achtertuin bij mijn strook hortensia's. Dan wordt het gebruikt om beter vocht vast te houden nu tijdens de zomerperiode. Dit zijn nog beelden van 17 mei. En dit zijn de 4 lage dahlia's die ik heb uitgekozen om te planten bij het hek. Het gaat om een lage variant, de Happy Single Kiss. En ik heb gekozen voor de kleuren rood en zacht oranje. En tegen de avond zat het werken op. Alle 4 de dahlia's zaten erin. Ik had wat langer gewacht dan normaal. Om te wachten totdat de regenachtige periode voorbij was. Dit was een beetje aan het begin van de droge periode. En dat heb ik speciaal gedaan om te zorgen dat er minder kans zou zijn op slakkenschade. Want die kwamen gewoon niet naar boven toen het zo droog was, maar wel wanneer het heel veel regent. Hier is weer een dag verder en ik ga in het midden verder. Hier heb ik alle vergeetmenietjes eruit gehaald. En dan is het nu taak om de laatste 2 planten er nog uit te halen. Dit zijn Erica winterheides. Iedere winter plant ik ze erin. En nu gaan ze weer naar de achtertuin en dan wachten ze de zomer af. En voor de winter dan graaf ik ze weer op en dan komen ze weer hierin. De Erica winterheiden zijn eruit. Nu gaan de tagetes erin, de lage Afrikaantjes. Ik zaai ze elk jaar zelf. En dan elk jaar dan oogst ik dus ook weer de zaden uit de bloemen. De uitgebloeide bloemen, zodat ik weer nieuw zaad heb voor het nieuwe jaar. En ook hiermee heb ik dus zo lang gewacht, want normaal plant ik ze ook veel eerder uit. Maar ik heb dus ook hier gewacht totdat alle regenachtige periodes voorbij waren. Want ze zijn heel kwetsbaar. De slakken die zijn er heel erg dol op. De tagetes die hebben prima aangeslagen. We zijn hier alweer 3 dagen verder. Dit was 21 mei. Achter de tagetes ging ik 8 dahlia's planten in 2 rijen van 4. De meeste dahlia's komen uit mijn tuin van gewoon verleden jaar of de jaren ervoor. Ik heb er eentje gekocht, dat is deze, de Gallery Pablo. Ik heb verder alle dahlia's zelf ervoor getrokken vanuit knollen tot plant. Zo zie je dus wat ik in gedachten had. 8 dahlia's in 2 rijen van 4. Dan heb ik nog wel 1 speciale dahlia. Dat is dus deze, want die heb ik gezaaid zelf. Op 18 februari had ik dus mijn zaden van verleden jaar gebruikt om te zaaien. Dus ik ben heel benieuwd welke kleur dit gaat zijn. Of het een hoge of een lage dahlia gaat zijn. Dat wordt even een verrassing. Hier zie je een nieuwe oranje. Tenminste, verleden jaar had ik die nieuw gekocht. En dit jaar heb ik daar 3 planten van kunnen maken door de knollen goed te verdelen. En ik ben dus heel benieuwd hoe deze laatste achterste rij er dus uit gaat zien dit jaar. Kijk, en hier zat ik dus echt op te wachten. Dit zijn medianthusplanten en we zijn nu inmiddels bij 16 juni. Dit zijn beelden van 16 juni en mijn medianthusplanten staan heel mooi in bloei. Links de mooie roze, die bloeit het eerst en die bloeit ook het langst, want die bloeit eigenlijk al sinds 25 mei. En de andere 2 planten ernaast, die beginnen dus wat later met bloeien en bloeien ook wat korter. Ze zijn 2-jarig, dus dat betekent dat ik ze 2 jaar geleden heb gezaaid. En ze bloeien dus pas in het 2e jaar. En dat is dus dit jaar. Aan de andere kant van mijn tuin heb ik dus ook een dianthus. En die is dus ook zo'n roze. Alleen die is lager gebleven, want er is hier minder zonlicht. Er staan gewoon veel meer bakken voor, die dus zonlicht tegenhouden. En je ziet dat die daardoor wat lager blijft. Maar dat vind ik eigenlijk niet erg. Dat vind ik wel leuk.
Ik denk dat ik hier misschien over ga nadenken om dan volgend jaar hier achter mijn lavendels dus een rijtje te plaatsen voor volgend jaar. En dan als ze zo laag blijven, dan past dat perfect. We zijn nu bij deze week beland. Dit is afgelopen maandag 26 juni. En mijn dianthus is uitgebloeid. En ik wilde eigenlijk zaden gaan verzamelen. Maar goed, een beetje er te laat erbij. Alle zaden zijn er al uit. Ze zijn hier dus allemaal al weg. Ik had er wat beter bovenop moeten blijven. Wanneer ze een beetje beginnen met opengaan, dan had ik ze al moeten plukken. Maar deze zijn dus nu allemaal door heel veel wind, wat we dus hebben gehad de afgelopen tijd, zijn ze er allemaal al uitgeschud. Maar gelukkig had ik deze dus dubbel, want dit is dan de lage die ik aan de andere kant van mijn tuin had geplant. Wel is wel laag gebleven, dat is wel jammer. Maar je ziet hier de zaaddozen dus nog in zitten. En hier ben ik er dus nog wel op tijd bij. Ik ga hier gauw wat zaaddozen van knippen en de zaden bewaren in een zaadzakje, zodat ik ze opnieuw kan zaaien. Dan ga ik dus nu al beginnen met opnieuw te zaaien voor over 2 jaar. En afgelopen maandag zag mijn tuin er zo uit. Je ziet hier mijn rij met lavendel vooraan. Ik heb deze lavendelplanten zelf gezaaid een aantal jaren geleden. En het valt eigenlijk op dat de lavendel helemaal rechts er het mooist bij staat. Die heb ik ook anders gesnoeid dan de lavendels aan de linkerkant. Lavendels aan de linkerkant had ik wat lager geknipt, eigenlijk heel diep in de grond. En de rechter lavendel heb ik eigenlijk maar een beetje bijgesnoeid. En die doet het dan dus ook het mooist. We zijn hier nog steeds bij afgelopen maandag. Het was een drukke dag die dag. En achterin bij het hek zijn al mijn lavendels zo uitgebloeid. Vooral de linker lavendel. Nou, die kan er gewoon al uit. En dan kan ik straks nog even aan de rechterkant de andere twee planten de zaden van oogsten. En dan kan eigenlijk dit hele rijtje eruit en dan kunnen weer andere planten in. En zo vervang ik mijn dianthusplanten met andere planten. Links zie je een Sundavie, een Double Blush Pink. Het is het beste nieuwe soort van dit jaar, heb ik van mijn vriendin gekregen. Het is nog geen grote teelt ervan, maar dat komt nog wel. Tja, en dan ziet het er aardig kaal uit hier bij mijn hek. Ik heb wel nieuwe planten geplant. Ik heb 3 tagetes Linnaeus, hoge tagetes geplant, die ik zelf heb gezaaid dit jaar. En ik hoop dat ze snel aanslaan en dat ze dan hier mooi gaan vullen. En daarvoor heb ik ook nog wat dianthus geplant voor over 2 jaar. En zo ziet mijn tuin er vandaag uit. Nou, ik ben wel erg tevreden. De 4 dahlia's bij het hek, die zijn mooi aangeslagen. En die beginnen dus al met bloeien. Ik heb zelfs al wat uitgebloeide bloemen weggeknipt. Dat doe ik altijd om de dahlia's mooier te laten bloeien en voller te laten bloeien. En daardoor houdt de plant het gewoon wat langer vol. In het midden moeten de dahlia's nog wat beginnen met bloeien, maar de tagetes doen het al wel prima. Zo kunnen we de tuin even vanuit de andere hoek bekijken. De tagetes, daar ben ik echt tevreden over, die staan er al mooi bij. Ik heb later nog 4 tagetes erbij geplant, 6 inmiddels, achter de lavendels, maar die moeten nog even gaan aanslaan. De lavendels ben ik ook zeer tevreden over, mooi zoals ze het doen. Ik moet ze alleen even allemaal net zo snoeien als de achterste lavendel. Bloembakken, de viooltjes die trekken weer mooi op nu het weer niet meer zo heet is. Ja, en de geraniums staan er heel mooi bij. Ik ben erg tevreden over hoe het op dit moment gaat in de tuin. En het wachten is dus nu vooral op de bloei van de dahlia's en de vele tagetes die ik er dit jaar dus in heb geplant. Verder heb ik bij de bloembakken voor mijn deur nog geraniums in de planning. Al die viooltjes die je net zag staan, zodra die straks door de hitte uitgebloeid zijn, gaan er voornamelijk geraniums in, maar ook wat petunia's en ook colliers. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Ik zie hier dat de insecten wel blij zijn met mijn tuin, dus dat is heel erg mooi. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.